Goedemorgen. Een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Ik ben me aan het klaarmaken. Ik heb echt een paar dagen al niet gevlogd alweer. Maar dat ga ik vandaag weer even oppakken. Ik heb namelijk bezoek. Mijn schoonouders slapen hier. Ze zijn ons even aan het helpen bij het verbouwen van een pand. Hoe denken jullie? Een pand, what the fuck. Maar ik en Nesim hebben dit jaar, tenminste in 2019 hebben we met elkaar afgesproken dat we heel veel zouden ondernemen. Ook naast zeg maar het social media gebeuren, naast Instagram, naast YouTube, naast alles. Gewoon dat we wel gewoon volop wouden ondernemen. En ja, we zijn gewoon met heel leuke dingen bezig. Let in de kijkers, we hebben dus laatst, zoals jullie weten, heel vaak meetings gehad. En zo was allemaal een beetje vaag, maar we waren altijd met andere mensen, zeg maar. En daar is gewoon iets leuks uitgekomen en daar zijn we nu mee bezig. Ja. Ik heb net ontbeten met mijn schoonmoeder. De mannen zijn al aan het werk. En mijn schoonmoeder is nu even de hond aan het uitlaten, want die is meegekomen. En ik ben me even rustig aan het klaarmaken, want... ik wil vandaag heel graag voor jullie een shoplog opnemen. Ik had laatst weer een pakketje gekregen van Combat Fashion. En ik dacht, ik verwerk het gewoon lekker in mijn vlog. Maar ik zag er niet uit. Dus ik ben een beetje aan het fascineren. Ik moet nog even mijn haar doen en dan zie ik jullie straks. Zo, mijn make-up is klaar. Nu nog mijn lelijke haar fixen. Ziet er echt niet uit. Het komt omdat ik gisteren heb gedoucht. Toen heb ik het gelijk in een knot gedaan. Dus nu moet ik het eigenlijk wel weer wassen om mijn krullen een beetje normaal terug te krijgen, want dat kan echt niet. Oké, jongens, ik heb me even snel klaargemaakt. En ik wil jullie even heel snel laten zien wat ik laatst van Combat Fashion heb gekregen. Want ik heb echt een super leuk pakketje gekregen met allemaal spullen en zo. En die ga ik nu allemaal uitpakken voor jullie. En ik ga ook een soort van try-on voor jullie opnemen. Voordat ik ga starten met deze mini-shoplog in mijn vlog, wil ik nog even een kort stukje vertellen over Comcat Fashion, als je er niet bekend mee bent. Comcat Fashion is een Nederlandse webshop. En daar vind je in principe de laatste trends, gewoon voor een super leuk prijsje. Als je dus een bestelling plaatst voor 10:30, heb je je bestelling de volgende dag al binnen. Dus dat wil ik even kort toelichten voordat ik deze mini-shoplog start. Ik ga alvast met het eerste artikel beginnen die ik laatst eigenlijk al heb gedragen. En het is eigenlijk ook gelijk mijn lievelingsartikel. En het gaat dus om deze blazer. Elke artikel die ik dus laat zien nu, ga ik een link van onder mijn video zetten. Dus jullie kunnen alle links hier onder deze video vinden. En dit is het eerste artikel wat ik heb gekregen. Die heb ik laatst aangedaan. En ik heb het gecombineerd met een spijkerbroek en een zwart topje. En deze is echt zo fijn. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar het is eigenlijk een hele lichte stof, zeg maar. Echt bedoeld voor de lente of zomer. Het is totaal geen dikke blazer, maar dat vind ik juist heel erg fijn voor nu. Ik zal hem even eerst aandoen voor jullie. Ik denk dat de camera iets te hoog staat. Ik doe de camera iets lager. Kijk, ik heb nu de blazer aan. Het is wel echt een heel lelijke combinatie met deze trui. Maar ik heb dus ook een hele leuke, volgens mij een zwarte top gekregen. Het is een turtleneck black. Misschien kan ik dit wel samen met deze blazer combineren. Maar ik vind deze blazer echt zo chill. En hij is best wel aan de lange kant. Kijk, je ziet het zo wel goed. Maar ik vind deze echt heel erg leuk voor nu. Ik ga hem nu even combineren met de zwarte top die ik heb gekregen. Even kijken. Oh, het is zo'n kooltruitje in maat ML. Ik ga deze hieronder even aantrekken, kijken of het mooier is. Trouwens, van deze blazer heb ik een maatje. Maar er staat er niet eens op. Even gekeken, maar dit is dus een maatje L, deze blazer. Ik had eigenlijk een maatje M besteld, maar ik heb een L gekregen. Maar hij past eigenlijk gewoon wel goed. Ik vind hem hartstikke fijn zitten eigenlijk. Even het zwarte truitje aangedaan. En dit zou eigenlijk een ML moeten zijn. Maar hij is echt zo strak bij mij. En ik heb hier trouwens ook echt een te dikke hoofd voor. Want ik kwam er echt zo moeilijk doorheen. Dus dit is niet echt mijn favoriet uit alle items, zeg maar. Maar ik wou dit even uitproberen. Even kijken hoe de blazer over een zwart truitje staat. Dus wel iets beter dan net, hè? Ja, hè? Iets beter. Vind ik wel mooi. Maar dit is wel echt te klein voor mij. Ik weet niet of er een grotere maat bestaat. Maar het is dus een maat ML. Hij schijnt wel een beetje door. Dus dan moet je wel echt een zwarte BH of zo eronder doen. Okay, het volgende item is deze sweater. En deze wil ik echt zo graag. Deze hebben ze in verschillende kleuren. En dit is een maatje M. Volgens mij is die ook niet zo heel erg lang. Maar ik ga hem gelijk passen voor jullie. Maar ik vind het echt super leuk. Ik heb nu de sweater aangedaan. En deze is echt heel erg fijn. Het is echt een heel fijn stofje. En hij zit ook echt super leuk. Dit is echt eigenlijk toch mijn favoriet van alles. Ik vind deze nog leuker dan een blazer. Dit is gewoon echt voor een chille outfit. Als je even ergens heen gaat en je weet niet wat je aan moet doen. Gewoon echt een chille sweater. Dit is een maat M. Ik vind het ook best wel mooi met deze zwarte broek eigenlijk. Nou, het wat ik heb gekregen is zo'n leopard blouseje. En dat vind ik echt heel erg leuk. Kijk, het is zo'n leopard blouseje met van die gouden details. Ik vind deze echt heel erg mooi. Hij is wel langer dan ik had verwacht. Maar ik vind hem echt cute. En dan gewoon met een zwarte broek of een rok of zo. Gewoon heel simpel verder. Ik vind hem echt heel erg cute. Hier heeft hij ook een paar van die gouden knopjes. Ik heb net het blouseje aangedaan. En ik vind hem echt nog veel leuker dan ik had verwacht. Hij zit echt heel erg mooi. En ja, ik zou het gewoon echt op een event of zo gewoon aandoen. Met een rokje of gewoon een zwarte broek. Hakjes eronder. Ik vind het echt heel erg mooi. En dan vooral met de gouden details. Want dat is gewoon echt mijn favo. Alles moet gewoon goud zijn. Ik vind het echt heel erg mooi. Next. Ik heb nog een jurkje gekregen. Echt iets heel anders dan wat ik normaal zou dragen. Maar dat heb ik gewoon zelf gekozen. Maar ik dacht, ik wil gewoon even iets anders. Het jurkje ziet er zo uit. Ik vind hem echt heel erg cute. Ik weet alleen niet of die me gaat passen. Het is een maatje M. Ik heb inmiddels het jurkje aan. Ik vind het wel echt heel erg schattig. Maar ik zou er denk ik wel een topje of zo eronder aandoen. Want ja, je hebt hier wel heel erg veel inkijk in. Ik weet niet of ik misschien een maatje groter zou nemen. Of niet, want ik vind het best wel strak bij mijn buik. Maar ik vind het voor de rest eigenlijk super leuk. Echt heel wat anders. Wat vinden jullie van dit soort jurkjes eigenlijk bij mij? Het ziet er gewoon heel schattig uit voor de lente en voor de zomer. Even een heel andere look. En ik zou er gewoon lekker hoge hakken onder aan doen. Of gewoon eigenlijk heel simpel loafers of zo. Vind ik ook wel leuk eronder. Ik ga gelijk even door naar de volgende artikelen. Ik heb twee spijkerbroeken uitgekozen. De eerste is deze. Het is zo'n high-waist broek. En die ziet er zo uit. Deze lijkt me echt zo erg mooi. En de onderkant ziet er zo uit. Ik ben echt benieuwd of dit mij gaat passen. Dit is een high waist en het model is zo cropped straight. Dus hij loopt gewoon recht en hij is cropped. En bij mij is die gewoon heel erg normaal, want ik natuurlijk klein ben. Dus meestal neem ik gewoon cropped, terwijl ik eigenlijk gewoon een normale broek wil. Even kijken. Dit is een maatje 38. Ik ben benieuwd of deze mij gaat passen. En voordat ik deze ga passen wil ik jullie nog een broek laten zien. Ik heb namelijk ook een witte broek besteld. Het is ook een jeansbroek. Even kijken. Dat is ook een high-waist broek. En het is ook een maatje 38. Alleen het is een ander model, want het is een mom jeans. Dus die hoort ook iets wijder eigenlijk te zitten. Ik vind deze broek echt zo chill. Maar die zitten echt zo erg fijn. En aan de andere kant ziet hij er zo uit. Zo, ik heb mijn outfit even veranderd. Ik heb even deze trui weer erboven gedaan. En ik heb mijn eerste jeans aan. Maar ik dacht, ik leg de camera even iets lager neer. Zodat jullie mijn broek kunnen zien. Want dit is dus een maatje 38. En hij past me echt gewoon perfect. En hij zit ook echt gewoon super fijn. Niet te strak, helemaal niks. Ik vind het echt een super chille broek. Echt, ik had het echt niet verwacht. Het is een high waist en een crop leg. Dus hij zit gewoon perfect eigenlijk. Ook aan de onderkant. Ik heb eigenlijk helemaal geen hakken of zo hieronder nodig. Hij zit gewoon echt perfect. Kijk. Ik hoef hem niet in te korten of wat dan ook. Deze broek is echt gewoon super goed. Ik heb hem dus laatst gecombineerd. Maar dan niet met deze trui, maar met zijn zwarte top. En dan zo'n high waist. En ik had hem zo aan. Ik vond het echt zo erg leuk staan. Ik ben sowieso echt een heel grote fan van dit soort jeans. Die zit ook echt super fijn. Zo, inmiddels een andere broek aangedaan, de witte versie. En die past me ook gewoon super goed. Gewoon een maatje 38. Ik ben echt heel erg blij. Ik geloof er echt in, als ik niet was afgevallen, dat ik dus niet in deze broeken zou passen. Dus ik ben echt super, super blij hiermee. Dit is een maatje 38, jongens. Ook een high waist, maar dit is een Moby jeans. Dus eigenlijk mocht hij gewoon lekker nog wijder zitten. Hij zit al echt super chill bij mijn buik. Maar hij kan ook gewoon lekker... Ja, hij mag gewoon wijder zitten eigenlijk dan dit. Maar ik vind deze ook echt chill. En de lengte, die klopt ook helemaal bij mij. Kijk, deze hoef ik ook echt niet in te korten. Hij zit gewoon echt precies goed eigenlijk. Heel mooi. Dat is de achterkant van de broek. Ik ben hier echt super blij mee. Ik had echt niet verwacht dat die broeken mij zo passen, als ik heel eerlijk moet zijn. Want ik had ze gezien en dacht ik, oh my god, ik kom hier niet in. Maar ik ben hier toch ingekomen. Zoals ik jullie al eerder in deze video heb verteld, is Combat Fashion een Nederlandse webshop die de laatste trends echt volgt. En waaronder dus de neon trend, die ik echt niet wou volgen. Ik heb laatst neon nagels gehaald en daar had ik echt heel veel spijt van. Maar je kunt nu dus echt allerlei neon truitjes vinden. Daar echt van die mooie kooltrui die je nu overal ziet en zo, voor echt heel erg leuk prijsje. Ik heb deze ook gekregen van hun. Het is een kooltruitje. En neongroene kleur. Echt een heel mooie kleur. Maar ik denk persoonlijk dat mij niet staat. Ik vind het echt heel erg mooi bij wat donkerdere vrouwen met zwarte haar of zo. Het is een maatje ML. En hier zit wel meer stretch in dan die zwarte kooltrui. Dus deze is denk ik wel echt perfect. Kijk. Zo fel. Niet normaal. Als laatste wil ik jullie ook nog allemaal accessoires laten zien die ik heb gekregen. 2 daarvan die ik echt heel erg graag wou. Maar ik begin even met deze. Het is zo'n haarelastiekje. Echt cute. Van Zweden. Zwarte Zweden. Oh, wat grappig. Ik zat er ook echt bij. Dry shampoo. Ik heb dit echt nog nooit in mijn leven gebruikt. Ik ben er echt heel erg benieuwd naar. Oh, hij ruikt wel echt super lekker. Ik heb het echt trouwens echt nog nooit gebruikt. Maar ik ga het echt zeker... uitproberen. Ik wist niet eens dat ze dit verkochten daar. En dan nu de laatste 2 dingen. Ik vond het wel echt super gaaf dit. Ik wou deze heel graag. Ik was laatst dus zonnebrillen aan het zoeken. En toen kwam ik dus bij Versace terecht. En daar had je dus een zonnebril. En ik vind die Versace zonnebril echt super mooi. Maar toch iets te prijzig. En toen ging ik dus een paar dingen uitkiezen op Come Get Fashion. En toen zag ik een soortgelijke bril die ik bij Versace had gezien. Maar dan zonder de gouden details. En toen dacht ik, ja, die wil ik. Ik heb dus deze zwarte bril uitgekozen. Love it. Ik ga hem even opdoen voor jullie. En hij ziet er zo uit bij mij. Echt, hij is super leuk, hè? Dit is de 2e bril. Ik vind deze ook echt super leuk. Ik ga deze ook even voor jullie opdoen. Ik vind deze echt zo gaaf. Stel je voor dat je zo'n bril op hebt en dan met een compleet rode outfit of zo. Of gewoon een compleet zwarte outfit. Ik vind het echt zo'n mooie bril. Zo jongens, dat was alweer het laatste item van deze mini-shoplog in mijn vlog. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden. Zoals ik al eerder zei, staan alle links van alle artikelen die jullie net hebben gezien onder mijn video. Dus mocht je een artikel zoeken, het staat allemaal hieronder. Deze broek zit echt zo chill. En ik had dus echt niet verwacht dat de lengte van de broeken dus gewoon goed zouden zitten. Want ik ben echt zo mini, maar dit is echt zo chill. Kijken, wat ga ik vandaag aandoen? En we gaan zo even weg. Ik denk gewoon deze trui aanhoud, maar dan met deze broek aan ga doen, want deze gaat heel snel vies worden. Hey Gianno! Kijk, hij gaat helemaal springen voor de video. Hi Gianno! Ik heb bezoek vandaag met zijn onderbroekje. Zo, ik heb net een beetje lopen editen, want vanavond gaat weer een vlog online. Ook al is mijn challenge voorbij. Ik heb nog een paar vlogs, dus die ga ik ook allemaal nog uploaden. Maar ik loop een beetje achter met de edits. Dus ik was net weer een beetje aan het editen. Maar ik heb net een pakketje binnengekregen en die is voor Nes bedoeld. Want Nesim die gaat dus morgen naar het buitenland en hij gaat dus voor het eerst skiën. Ik ga helemaal stuk, dus hij heeft een skipak en zo opgestuurd gekregen. Ik ben echt benieuwd. Ik ga echt stuk om zijn skipak. Ik heb even snel een slaatje gemaakt en ik ben aan het chillen met mijn dierenvriendjes. Hoi! Hi Dinari! Hoi! Hi Gianno! Inmiddels, hoe laat is het eigenlijk? 6 uur. 6 uur en ik ben eindelijk op lesje. Ben je lekker bezig geweest? Nesim is een beetje vies. Ben vies, kijk hoe vies mijn broek is. Nesim is een beetje lekker aan het verbouwen, hè? Gaat goed? Ja, gaat goed. Ik ben moe. Ben je gemist? Ik heb je gemist en ik ben moe. Ja, ik ben eigenlijk ook moe. Ik heb een beetje honger. Ik heb ook honger, maar ik ben aan de kapper. Maar ik ben wel goed bezig. Ja? Ja, goed. Dus het moet nog blijken, hè? Wat dan? Is het niet goed? Gaat niet goed. Jawel.